Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een tita-tovenaar. Het is raar, het is raar, het is raar. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. We wonen in een luchtkasteel dat papa zelf heeft gebouwd. Daar hebben we alle ruimte. Maar meestal sluit papa zich op in een klein torenkamertje. Hij studeert de oude toverkunst en ingewikkelde dingen. Zijn kamer staat vol potjes en toestanden waarin hij de gekste dingen bewaart. Die doosjes bijvoorbeeld, daarin bewaart hij diergeluiden. Hoor maar. Wat doe je nou, Tika? Doe die lawaaidoosjes dicht. Zo kan ik toch niet studeren? Houd dan even op met studeren, papa. Laten we samen gezellig gaan eten. Samen eten? Goed hoor, kindje. Zoals je wilt. Zelfde maaltje maar weer. Alsjeblieft. Nee, papa. Ik wil nou eens iets anders. Iets anders, iets anders. Goed, kindje. Goed, kindje. Dit dan? Nee, ook niet. Iets anders. Maar kindje, wat wil je dan? Ik wil nu zo graag eens iets gewoons eten. Nee. Niet uit de toverkeuken, maar... in een eethuisje. Een gewoon eethuisje. Waar mensen komen. En waar mensen aardappelen eten. Dat soort dingen. Mensen kosten altijd zo zwaar. Ik krijg er buikpijn van. Maar pa, dan maakt u toch iets waardoor u geen buikpijn krijgt? Ja, dat lijkt me wel geschikt. Eens even kijken. Ah, hier. Apenzuur. Een oud recept tegen buikpijn. Gebruikt de Afrikaanse medicijnmannen altijd. Lijkt me wel geschikt. Een beetje van dit en een beetje van dat. Pom, pom, pas van alles wat. Maar waarom noemen ze het eigenlijk apenzuur? Eens even kijken. Wat heeft dat met apen te maken? Even nakijken. Toe, papa, ga nou niet weer studeren. Neemt u nou in, dan kunnen we gaan. Oh, goed, 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 kindje. Wat krijgen we nou? Wat is dat? Een aapje? Ja, dat zie ik. Maar waar komt die nou vandaan? Hij kwam tevoorschijn toen u hikte. Oh, dan ligt het dus toch aan de drankje. Je hikt er apen van. En nou heeft u hem weer weggehikt. Nou, dat is dan mooi opgelost. Kom, kindje, daar gaan we maar. Hé, waar blijft papa nou? Ja, ik was mijn hoedje vergeten. Dit lijkt me wel een aardig eethuisje waar wij aardappelen kunnen eten. Maar denk erom, wij mogen niet opvallen, hoor. Ik weet het, papa. Als tovenaars tussen de mensen komen, moeten ze zich als gewone mensen gedragen. Niemand mag merken dat ze tovenaars zijn. Dus niets doen dat op toveren lijkt. Er mag niks ongewoons gebeuren. Zo, gezellig, hè, kindje. Wat zullen we nou eens bestellen, zeg? O, hetzelfde als dat heertje daar. Het schijnt hem nogal te smaken. Een aap? Aap, waar kom je vandaan? Oh, oh, vreselijk. Oh, dat was verkeerd. Wat voel je beter? Het is toch vervelend dat ik steeds weer een aap hik, hè? Maar gelukkig is hij bij de tweede hik weer weg. Zou dat heertje iets gemerkt hebben? Hij zit zo vreemd te staren. Hij beweegt helemaal niet meer. Dat heb ik gedaan, papa. Hij schrok zo van die aap dat ik maar even alles heb stilgezet. Ja, maar je moet wel voorzichtig zijn, anders merken ze nog dat wij toveren kunnen. Oh nee, dat merkt hij niet. Als ik hem straks weer in beweging zet, weet hij helemaal niet meer dat hij heeft stilgezeten. Ja, dat is van zo, maar ik zal hem dan toch maar uit die betovering halen. Oh nee, wacht even. Eerst zitten zoals we zaten toen het begon. Zo'n hele grote. Zo, zo raar, meneer. En waar is die aap nou? Weg. Voetsie. Ober. Een raar verhaal, meneer. Gelukkig hebben ze niet in de gaten dat ik die aap hik. Ober, daar is die aap weer.
Als je me nou, waar haalt u opeens die aap vandaan, meneer? Wij weten niet waar die aap vandaan komt. Nee, zo is het, ja. We zouden nou eigenlijk wel eens iets willen eten. Wat wil jij hebben, Tika? Aardappelen. Goed zo, een kilootje aardappelen graag en een banaantje voor de aap. Dat banaantje laat toch maar. Is er iets, meneer? Wat? Nee, ik vroeg of er iets was. U staat zo te staren. Nee, er is niets, nee. Zie, Tika, zo moet je dat aanpakken. Net toen alsof er niks aan de hand is, dan merken ze ook niks. Denkt u? Uw aardappelen, meneer, wilt u er nog iets bij? Iets erbij, ja. Wat zullen we erbij nemen, Tika? Allemachtig, dat je die appel van net niet. Help! Meneer, ik kan het niet. Zeg u dat toch zelf? Ik kan deze bloed niet. Die aap, ik ben nou toch wel in de toren, zeg. Daar moeten we iets aan doen. Uw schuld is het. Zo. En eerst moet je iets doen aan die toestand hier. Die komt naar tevoorschijn. Het is afreus wanneer ik iets heb gehad, meneer. Dat wordt nou toch wel een beetje lastig, hè? Met steeds die... Ja, je bent een braaf beest, maar ik zou toch liever willen dat ik je niet steeds op... Ja, dit wordt te gek. Dit wordt echt te gek. Hier moet ik iets aan doen. Stop. Wacht hier op mij, Tika. Ik ben zo weer terug. Ik hoop maar dat papa niet te lang wegblijft. Anders moeten ze steeds in dezelfde houding blijven staan. Zo. Nou zal ik toch eens voorgoed die aap uit mijn hik halen. Van dit en een beetje van dat. Pom, pom, pas van alles wat. Zo, dit moet helpen. Dat is dat. En nu vlug terug naar het eethuisje. Zo. Dat duurt toch ook al niet lang. Kan ik ze nu weer in beweging zetten? Ja, kindje, ogenblikje. Zo, ga je gang. Ja, maar die aap! Waar is die aap? Ober, waar kwam die aap vandaan? Ik zou het weten, meneer. Hij stond niet op de menukaart. Ja, maar Ober, dat is toch te gek. Ik zit hier rustig te eten en ik kan toch een ogenblikje doorgaan zonder dat er elk ogenblik een aap op mijn bord springt. Ober, ik wens hier geen ogenblik langer te blijven. Ja, maar meneer, luister nou eens. Ik kan er echt niets aan doen. Echt niet. Ik begrijp er zelf ook niks van. Het lijkt wel toverij. Hoor je dat? Hij zei toverij. Straks merken ze nog dat wij tovenaars zijn. Kunnen we niet beter ook opstappen? Maar ik heb nog steeds geen aardappelen gehad. Goed, kindje, dan eerst aardappelen. Maar denk erom, ze mogen niet weten dat wij iets met die aap te maken hebben, hoor. Kan er? Ja, meneer. Blijven die aardappelen die wij besteld hadden? Hier voor u, meneer. Oh, zijn dat aardappelen, die koude bollen? Koude bollen, meneer. Inderdaad. Ja, maar daar kan ik ook niets aan doen. U weet de situatie met die aap te letten. Wij hebben niks met die aap te maken, Hoover. Zeker, meneer. Ja, meneer, ik zal nieuwe bol aardappelen voor u halen. Alsjeblieft. Hoe heb ik dat gezegd? Prachtig, papa. Niemand zal nu denken dat ik iets met die aap te maken heb. Behalve als u weer een aap hikt. Nee, kindje, daar is nu helemaal geen kans meer op. Ik heb nu een heel ander smakelijk middeltje ingenomen. Als ik nu hik, dan... Papa! Oh, nu is papa zelf in een aap veranderd. Dat middeltje was vast niet zo goed. Papa, word nou weer gewoon. Papa, word nu weer papa. Hij kan zich niet meer veranderen. Hij kan niet toveren als hij een aapje is. Wat nu? Als straks de kelner komt... Hier zijn de aapjes. Wacht even. Wacht even, vrouw. Waarop? Hierop. Het wordt steeds maller met die rare hik van papa. Als die hik verandert, die zelf in een aapje. Hoe moet het nou, papa? U kunt toch niet een aapje blijven? Wat moeten de mensen wel van u denken? Ja, ze zullen het zeker gek vinden. Daarom moeten we er gauw iets aan doen. Ik heb ineens reuze trek in een banaan. De kelder brengt mij een banaan. Hé, kelder. Wat is dat, hè? Hé, stilgezet, heb jij dat gedaan, Tika? Ja, papa. Waarom?
omdat u in een aap was veranderd, toen u hikte. Ik? In een aap? Ja, toen u hikte. En toen u weer hikte, veranderde u weer in papa. Weet u dat niet meer? Ja, nou je het zegt. Oh, daarom had ik natuurlijk ook zo'n trek in een banaan. Ik heb er trouwens nog trek in. Kom, laten we gaan zitten. Kellner! Hij hoort u niet, papa. Ik moet hem eerst weer in beweging zetten. Ja, doe dat dan. U aardappelen, meneer. Wilt u er nog iets bij? Jazeker, een banaan graag. Een grote banaan. Een banaan? Ja, banaan. Zo'n krom ding dat je op kunt eten. Jij ook een, Tika? Nee, dank je, papa. Ik wil alleen een kilo aardappelen. Dan zal ik me eerst even die banaan gaan halen. Waarom doet die kelner zo verbaasd? Zou hij gemerkt hebben dat ik er even als een aap bij zat? Ik weet het niet, papa, maar laten we nou gaan eten. De aardappelen worden ijskoud. Eet jij maar, kindje. Ik wacht op mijn banaan. Papa, nou is het weer gebeurd. Papa, wat moeten we nou doen? Dan kunnen we toch niet aan de gang blijven? Een banaan voor meneer. Oh, geeft u maar een papa. Papa? Ik bedoel, dat aapje. Wat gebeurt hier allemaal? Waar komt er opeens die aap vandaan en waar is meneer gebleven? Nou, papa is even weggegaan. Niks bijzonders. En geef die banaan nu maar aan het aapje. Niks bijzonders. Maar papa, u moet die banaan niet met schil en al opeten. Daar krijgt u buikpijn van. Ik ben niet op bonus. Ik ga niet zo eten, zeg. Zo, papa. Denk aan uw maag. Papa? Zou die aap werkelijk de papa zijn? Neemt u me niet kwalijk, mevrouw. Is dat werkelijk uw vader? Help, help, dat is hem. Dat kan niet, dat kan niet. Die twee heb ik ook maar weer stilgezet. Kindje, waarom heb je dat gedaan? Omdat ze zagen hoe u veranderde. Van aap en papa. En dat vonden ze raar, ja, natuurlijk. Daar kijken de mensen vreemd van op. Dat zijn ze niet gewend. Nee, zeker niet. En daardoor merken ze misschien wel dat we tovenaars zijn. Sst, dat mag nooit. Dat mogen ze nooit merken. Laat we alsjeblieft weggaan. Ja, maar we kunnen ze zo toch niet achterlaten? Nee, dat is waar. Weet je wat? Knip jij nou om de hoek van de deur? Dan zijn wij weg als ze weer in beweging. Maar moeten we dan niet betalen? Voor die aardappelen en die banaan? Goed dat je daaraan denkt. We moeten altijd eerlijk blijven. Zou een stapeltje goudstukken voldoende zijn, denk je? Oh, dat denk ik wel, papa. Ah, goed. Zo. En nu? Wacht even, Tika. Knip ze eerst weer in beweging. Zeg, wat is het allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Ik snap er niks meer van. Die man die werd een aap en die aap die werd een man. En nu zijn ze allemaal weg. Ja, zonder ze te betalen. Nee, ze hebben geld achtergelaten. Kijk eens. Oh, wat een hoop, zeg. We zijn rijk. We zijn rijk. Nou, het zijn rare klanten geweest, maar ik zou willen dat ik iedere dag zulke klanten had. Ik geloof dat we net op tijd zijn weggegaan, anders hadden ze wat zien. Papa, blijft dat zo? Wat kindje? U verandert steeds in een aap, die hek van u. Werkelijk? Ik dacht, wat krijg je ineens weer een trek in banaan? Kan toch zo niet doorgaan? Dat middeltje dat u tegen die hik hebt ingenomen is echt geen verbetering, hoor. Ik denk dat ik me vergist heb, een verkeerd receptje of zo. Nou, dan zou ik nu maar gewoon een nieuw receptje gaan maken. Ja, dat doen we. Kom, we springen meteen naar huis. 1, 2, 3. Wacht, papa. Nog niet verdwijnen, er komt iemand aan. Dat is het heertje uit het eethuisje dat zo schrok van uw hikaap. Dat komt wel erg ongelegen. Ik voel net een hik opkomen. Terug! Papa, wat doet u nu? Sst, hij mag niet zien dat ik... Maar dan maakt u het alleen maar erger mee. Wat is er aan de hand, meneer? Die twee daar, die hebben me laten vallen. Oh, nu is er ook al een agent bij. Wacht, ik moet ze maar zo houden tot papa weer papa wordt. Ik hoop maar dat het gauw gebeurt. Papa? Ja, kindje.
Gelukkig, dan bent u weer. Weer? Ik ben hier toch al die tijd geweest. Ja, maar u was weer in een aapje veranderd. Door die rare hik van u, u weet wel. Dat wordt nou toch al te dol, zeg ik. Ik wil niet steeds voor aap staan. Daar moeten we onmiddellijk iets aan doen. Kom. Oh, wacht nog even, papa. Wachten? Waarop? Ik wil onmiddellijk naar huis om een tegenmiddeltje te maken. Ja, maar ik kan die twee toch hier niet zo achterlaten? Welke twee? Oh, heb je de boel weer stilgezet? Ja, ik moest wel. U was weer een aap en zei... Shh, ja, dat weet ik dan wel. Dat hoef je me niet steeds om te herinneren. U was anders een schattig aapje, hoor. Hey, ho, mooi is dat. Je vader nog voor de gek houden ook, zeg. Nou, knip die twee dan gauw in beweging, dan verdwijnen we. Die twee daar, die hebben het vast gedaan, ja. Ja, toen in dat eethuisje, toen gebeurt er ook allemaal van die rare dingen. Wat? Rare dingen? Ja. Dat zullen we dan even gaan onderzoeken. Ja, inderdaad. Wat is dat nou? Dan kunnen we niet weg, want ze mogen niet zien dat we kunnen vliegen. Zal ik ze stilzetten? Ik denk je dan blijf aan de gang. Ik moet ons verdedigen. Kom. Halt! Blijf staan! Terug niet weg! Overladen! Blijf staan, Dirk! Blijf staan! Ja, halt! Blijf staan! Wat een hinderlijke lieden, ze volgen ons. Kom, hier. Dan zien ze ons niet. Maar zo zien ze ons toch even goed? Die bomen zijn veel te dun. Oh, daar weet ik wel iets op. Sst. Zijn ze weg? Ja, ze zijn de andere kant opgelopen. Mooi zo. Dan maar weer. Waar zijn ze nou gebleven? Ja, ik dacht toch dat ze die kant op gingen. Halt! En nou gauw naar huis, kom. Zo. Gaat u nu eerst wat aan die hek doen, papa? Ja, nou, reken maar. Ik heb nou genoeg voor aap gestaan. Dat moet afgelopen zijn. Nou ga ik toch een heel sterk middeltje opzoeken. En dan... Wat is er nou, Tika? Wat valt er nou te lachen? U riekt u zelf weer in een aapje. Merkt u dat dan niet? Werkelijk. Nou, dat wordt nou toch al te gek. Nou ga ik zo'n vreselijk sterk middeltje maken. Een tovenaar moet toch zeker zijn eigen hik kunnen genezen. Maar het was een bijzondere hik. Ja, maar dit is toch ook een heel bijzonder middeltje. Let maar op. Tjonge, dat is een sterk middeltje, zeg. Waar is papa nou? Zo, dat dan. Dan ben ik tenminste van die aapheek genezen. Voorgoed. Jammer. Ja, wat? Jammer. Ja, ik vind het jammer dat het aapje nu niet meer komt. Zo'n schattig aapje. Vooral toen u het was. Dankjewel, kindje. Maar schattig of niet, ik wil niet meer in een aap veranderen. En ik wil ook geen apen meer ophikken. Ja, dat begrijp ik, papa. Maar toch vind ik het jammer. Juist, dus jij zou dat aapje willen hebben? Nou, dan moet je het oproepen. Ik zal het je even voordoen. Tato, Tato, Tato Tika roept. Tato, Tato, kom eens hier. Samen hebben we plezier. Tato, Tato, Tato Tika roept. Ja. Dank je, papa. Zo. Dat. En zo stuur je hem weer weg. Dan probeer jij het nog maar eens. Het gaat niet, papa. Ik kan niet fluiten zonder fluit. Fluit? Toverfluit, hè? Voor de tovertoontjes, zo. Geeft u me dan een echte fluit? Eentje die je kan zien en vasthouden? Ja, je vraagt me wat, zeg. Dat is nogal moeilijk. Daar gaat een hoop toverkracht in zitten. Ah, doe nou, papa. Nou, goed, kindje, omdat je mijn verwende dochtertje bent. Hè? Klein fluitje dan. En Tita toverfluit. Moet je me wel helpen? Geef me dat reageerbuisje. Met die kurk. Juist. Waar was het? Dan zingen we de toverzang. Tita, 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 tita.
pom. Geef me mijn toverboek, waar ik een spreuk in zoek. Bent die dat toverspreuk, dan wordt het leuk. Komt die dat toverfluit, klink er nu bovenuit. Fluit nu een melodie, die ta ta ti. Uit. Ik vang zijn tonen op, nu gauw een stop. Zo, die zit hier nu in, dat is een goed begin. Schudden en kijk nu maar, de fluit is klaar. Hey, papa, mag ik die fluit nu hebben? Dan kan ik Tato voortaan zelf opzoeken. Ja, maar kindje, wees er voorzichtig mee, hoor. Want daar zit ontzettend veel toverkracht in. Want als je hem verkeerd gebruikt, dan gebeuren er de gekste dingen.